En alle mensen van Dutch Gaming Nation, welkom bij Titanfall Beta. Sinds een aantal dagen is Titanfall uit in de beta. En ik heb hem dus nu op de PC. En die ga ik voor jullie spelen. Dus ik ga eerst even voor de zekerheid kijken. Of dingen aangepast moeten worden. Ik heb de video settings heb ik al een beetje verlaagd. Omdat ik al niet zo'n goede computer heb. En even kijken, subtitles had ik ook al aangezet. Dat is mooi. Dus we gaan even spelen. Voor de mensen die niet weten wat Titanfall is, dat is een shooter, voor mijn gevoel een beetje een combinatie tussen Call of Duty en Halo. En omdat hij sinds kort in de beta is, wil ik hem eigenlijk voor jullie gaan spelen om te kijken hoe het is. Ik heb hem nog niet aangeraakt, ik heb alleen de settings een beetje aangepast, omdat ik wist dat het al een zwaardere game was. Dus voor mij is alles nieuw. We gaan even kijken hoe en wat. Dus ik ben benieuwd. Welcome to the frontier. Everyone out here is either running from the past or chasing the future. Dat zegt Mac Allen. Ik weet niet precies wat het verhaal hierachter is. Ik heb het wel van een paar mensen heb ik een beetje streams gekeken, video's gekeken. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het spel is. Zelf. Ervarend dan, zeg maar. Het ziet er in ieder geval heel leuk uit. Dus ik ben benieuwd. Oké. Ik weet niet precies hoe jullie het zien. Of jullie het laggy zien. Of zeg maar wel redelijk goed. Oké, press R to start training simulator. Welcome to the Hammond Pilot Certification Simulator. Warning. Unregistered user detected. Key accepted. Training pod is authorized. Welcome, pilot. To calibrate the AR display, please look at each of the red lights. Ha, red lights. Oh, daar hebben we er een. Would you like to reverse the vertical look input? Nee. Visual calibration complete. Ik vind het wel lekker zo. Simulator initializing. Wow. Wow, 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 wow. Dit ziet er serieus echt uit als Halo. Oh, dit is vet cool. Oké. Ah, dat is fijn. Mogen we lopen? Please walk through the tunnel in front of you. Oh, moet je houd dit serieus zo? Oh, fijn. Oké, wat moeten wij doen? Mag ik hier lopen? Oh. 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 Dus wij moeten serieus lopen. Oh, dat moet je echt snel doen. Oh, dat is met shift. Oh, kut, nee. Ah. Damn, geef mij voortaan even wat meer tijd, wil je? Dit is de eerste keer dat ik het speel. Jump over the obstacle. Oké. For greater distance, jump while sprinting. Oh, dat kan ook. Oh, dat kan ook. Ah. Wauw. Dat ging allemaal net goed. Oké. Hier kunnen we gewoon doorheen lopen. Jump toward the edge of a surface to pull yourself up. Oh. Ah. Nicely done. Dankjewel. Pilot training module 2. Wall running. Oh, kan ik even serieus wall runnen? Wow. As a pilot, your most important piece of gear is your jump kit, which allows you to run on walls. Oh, dit geeft me nog meer een idee als hoe heet dat spel ook weer? Hou je bek! Ik was aan het praten. Kom op. Hoe heet dat spel ook weer? Mirror's Edge? Ja, Mirror's Edge. Oké, oh, shit. Oh. Oh, nog één. Oh. Runs can be chained together to travel farther. Oh, dat is cool. Try jumping from one wall run directly into another. Oh. Oh, dikke. Oh, kut. Oh. Oh, hier kan het ook. Holy shit. Oh, fucking vet. Wow. Wow. Freeform wall run. Okay. Use sprinting, jumping and wall running to make your way to the exit. Damn. Okay. Oh, dat is vet. Ik hoef trouwens de sprint niet in te drukken. Of niet ingedrukt houden, zeg maar. Oh. Oh. Oh,
See the skills? Wow. Wow. Oh, double jump. Okay. Oh, serieus, kan je nog double jump ook? Wow. Jump kits extend your natural jumping ability. You can jump once more after leaving the ground. Wow. To cover even nog more een keer? Distance, wait longer before starting the second jump. Ja, dat lijkt me wel vrij duidelijk. Jump and mantle into the hole above to proceed. Wacht, in the hole above? Oh, zo. Wow. Freeform double jump. Damn. Precision semi-auto. Use wall running and double jumping to make your way to the exit. Ja, waar is de exit dan? Oh god. Fijn dat je me dat ook even uitlegt. Is het hier omhoog? Oh, daar. Red ik dat? Ja. Oké. Okay. Oh, hier. Ik zie het al. Ik zie het al. Navigational skills, pilot. Ha, dankjewel. Cloak? Cloak, dat is toch zo'n cape ding wat je om je nek hebt? Cloaking, making yourself wacht, cloak? Is essential to pilot survival. Pass the sentries. Hallo? First, then move through the area quickly. Hallo, je weet, cloak, onzichtbaarheid, Harry Potter. Kon er niks origineels verzinnen? Oké. Okay. Oh, dit is vet cool. Kun je ook rennen? Ja, ik... Oh, wacht, kijk. Als je links onderin kijkt... Dan zie je dus... Well done. Ja. Cloaking does not last forever. Nee. Look at your cloak meter on the bottom left of ja, dat wou ik net zeggen. Monitor your remaining cloak time. Oké. Okay. Dankjewel. Oh, die hield zich ook nog automatisch. Gebeurt dat normaal ook, of gebeurt dat dan niet? Geef me wel wat meer instructies, wil je? Alsjeblieft. Ja, oh. Oké. Ja, maar moet je per se in... Oh, dat hoeft niet. Oh. Holy shit. You will perform an execution. Meleeing an enemy from the front can be faster, but carries more risk of death. Oftewel gewoon stealth. Please pull your weapon. Oh shit. Weapon is empty. Load a fresh magazine. Nou, dat zal, ja, ik kan zeggen dat zal gewoon R zijn, standaard. Smart pistol, an auto-targeting weapon. Get close enough to a valid target and the smart pistol will start locking on. Wait for a full lock before pulling the trigger. Oké. Use your smart pistol to neutralize the target. Oké, wacht. Dus dan is het. Wat? Oké, okay, nou, dus als ik hem binnen mijn range heb en ik druk dan gewoon op. Target eliminated. Oh, dat is vet. Smart pistol can lock on to more than one target. Echt waar? Eliminate all of the targets with your smart pistol. Wacht, dus dan houdt het in één shot, killt alle? Targets neutralized. Oh, dit is vet. Oké, en some enemies, especially pilots, require multiple locks to kill with one trigger pull. Kill the pilot with your smart pistol. Target down. Wow. Ik zal even laden. Ik weet niet of het nodig is, maar gewoon voor de zekerheid. Firing range. Ik vind dat toch wel dit irritant. Oké. To take a more calculated shot, you can aim down the sights of your weapon. Destroy all of the targets in the shooting range. Ik ben normaal geen voorstander van aimen, maar wacht. Fuck. Targets neutralized. Dank je. Grenade range. Daar gaat wel alles netjes af. En hij neemt wel de tijd om je alles te leren. Oké. Okay. Wat? Oh, fuck. Oh, dit is niet leuk. Want als ik nou rechtuit... Echt rechtuit, hè? Ja, hou je bek. Ja. Oké, okay, dus het is... in plaats van dat je hem met een boogje gooit, gooi je dus echt... Recht. Waar je heen gooit.
Daar gooit hij hem ook echt heen. Ja, aan de ene kant het is skills, maar aan de andere kant het wordt je dan wel erg makkelijk gemaakt. Dat vind ik jammer, dat vind ik echt jammer. Oké. Okay. Oh, fuck. Oké. Okay. Waar komen ze? Mini-map is located in the upper left corner of your AR display. Look for the small dots on your mini-map to find all the enemy troops. Oké, hebben we... Ik denk dat deze heel veel gebruikt wordt. Kom maar. Oké, hoeveel zijn er nog? Oh, het zijn er nog wel een paar. Ik ga eens wel naar die. Yeah. Eens even kijken. Die kant zijn er nog twee. Ja, het zijn er nog twee. Die komt vanaf de andere kant. Oké, dus je kan ook wapens afpakken gewoon. Eens even zoeken. Wat hebben we hier nog meer? Hi. Minimal damage sustained during live fire exercise. Yeah. Well done. Dankjewel. Combat scenario initialized. Hostile Titanfall imminent. Vet. Titans will not take substantial damage from small arms fire. Switch to your anti-titan weapon. Oh, 3. Holy shit. Destroy the titan with your anti-titan weapon. Oh. Oké, ik denk dat ik even hierop ga staan of zo. Eens even kijken. Lukt dat? Yeah. Oh. Nee, dat gaat niet lukken. Good job. Taking on a titan is very dangerous, even with the right weapon. Ja, dat had ik al door. What the fuck? Pilots earn credit towards their next Titan drop by engaging in combat. Okay. Once your Titan is built, you can drop your Titan onto the battlefield. En dan moet je dus zelf ook inzetten, of? Please initiate Titanfall. Okay. Waar kan ik hem? Waar moet ik hem neerzetten? Gewoon hier? Ik zet hem gewoon hier neer. To the sky to watch your Titan fall into battle. Oh shit. Oh. Get close to your Titan to mount up. Okay. Gaan we dat proberen? Ja, dat gaan we gewoon proberen. Yeah. Titans are designed to be a natural extension of. Oh shit. Firing your Titan's primary weapon is as easy as firing a pilot weapon. Okay. Kill the hostiles arriving in drop pods. In drop pods. Komen die ook uit de lucht? Ja, die komen ook uit de lucht. Oh, vet. Lokken die ook of lokken die niet? Nee, die lok. Ofwel. Oh damn, dit loopt toch een stuk moeilijker. Oh wow. Aan de ene kant, oké, ik ben blij met de Titan, maar aan de andere kant, nee. Hier om de hoek zat er één. Dit loopt toch een stuk lastiger. Ik denk niet dat ik de Titan heel veel zal gaan gebruiken eigenlijk. Vind je het erg? Oh, fuck. Yeah. Oh, dat kan ook. Excellent. Combat scenario complete. Oh, vet. Je kan dus ook gewoon naar voren Titan Dash. Ja, dat. Oh, ik denk ik wil gaan springen en dan vanaf de lucht, maar dat hoeft dus blijkbaar niet. Titans can dash laterally to perform fast directional changes. Ja. Yeah. Please dash in any direction you like. Okay, please dash to the left. Hold A.
dash to your right. Oh, vet! The dash meter is located beneath the crosshair on the Titan cockpit display. Oh, daar, ik zie het al. Each blue box represents one dash. Okay. Dash backwards. Good job. Wow. Please proceed to the exit. Oh, je kan niet rennen? Titans frequently dash to avoid threats in combat. Move down the hallway while avoiding the rockets. Kom maar. Ah! Damn. Kom maar, kom maar, kom maar. Oh, dit is fucking moeilijk. Wauw. Titan Vortex Shield. To defend against ranged threats, Titans can be equipped with the Vortex Shield. Okay. This weapon absorbs incoming ballistics for a limited time, then refires them. Oh, dat is vet. To continue, please press and hold Q to use your Vortex Shield. Ah, okay. Kom maar. Klaar? Well played. Wow. Wow. Hi. Ah, ik kan je niet neerschieten. Jammer. Oh, dit is echt een fucking vet spel. Titan All Control? AI. Skilled pilots often disembark from their titans on the battlefield. To continue, disembark from your titan. Ik zei, ga eruit. Oh, je moet hem vasthouden. Oké. Okay. To open the gate for your titan. And hold A to hack. Pilots can control their titan's AI when they are on foot. The AI can be toggled to follow you or guard its current location. The lower right corner of your pilot HUD displays your Titan's current AI mode. Okay. Dus put your Titan into follow mode and it will follow you through the gate. Ah. If it's in follow mode, it will try to stay close to your position. Get close to your Titan and re-embark. Oh, this is wel vet. Hoppa. To continue, pilot your Titan to the exit. Ja, yeah, oké. Okay. Wow. Oh, dit is echt fucking vet. Titans also carry offhand weapons into combat. Echt waar. These weapons can be fired at times when primary weapons are unavailable, which enhances your Titan's combat effectiveness. Okay. Your Titan has been equipped with the rocket salvo. Yeah. Try firing your rocket salvo now. Waarheen? Maakt dat wat uit? Ah, weet je, fuck it. Be sure to deploy offhand weapons to maximize your firepower in combat. Okay. Dus dat prepare for your final combat test. Oh god. Try to use all of the skills you have learned. Enemy Titan shields temporarily disabled. Oh nee. Dus ik heb mijn schild niet? Oh, fijn. Oké. Okay, oh, fuck. Ik zit vast. Titan has a shield that reflects incoming damage. Your shield bar wraps above the health bar at the top center of your HUD. Wow. If you avoid taking damage for a short time, your shields will recharge. Oh, that's really cool. The best pilots will monitor their Titan's shields in combat, taking breaks to recharge as necessary. Ja, lijkt me logisch. Dat lijkt me wel logisch. Even nog. Survived. Prepare for the next wave. Oh ja, zeg dat even. Next wave incoming. Wat komt er nou? Enemy Titans may now appear with more advanced weapons. Oh, kut.
Jammer joh. Hallo. Oh kut. Ik zit vast. Wow. Ging ook maar net goed. Van welke kant komt die kant? Wauw. Kom op, schild, laat. Laat op. Oh, fuck. Your Titan's health bar status is located at the top center. Ja, ik weet het. Notice that when your health bar goes down, it will not replenish. Once your health bar is depleted, your Titan is doomed to die shortly. Ja. Waar heb ik hem nou? Ik had hem dus niet. Oké, dus dat kan ook. Blijkbaar. Wauw. Dat werkt niet, of werkt die wel? Wave survived. Oh, tuurlijk. Doe er nog maar een wave bij, als we het nog niet genoeg hebben. Next wave incoming. Enemy Titan shields online. Use caution. Oh, kut. Nou hebben ze zelf ook een shield. Kijk. Moet ik wel wat beter kunnen richten. Oh. Omdat ik weet dat het er nu twee zijn. En die andere waarschijnlijk vanaf de andere kant komt. Goed zo. Nee. De schild er naar de kloten. Kom op. Goed zo. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Holy shit, dit is chaos. Kom op, kom op, kom op, kom op. Damn. Huh? Wauw, dit is echt fucking vet, alleen wel heel moeilijk. Oh, kut. Mijn Titan is bijna stuk. Daar ben ik alleen niet zo heel blij mee. Ik hoor wat. Ik hoor wat. Ik weet niet waarvan... Daar. Nu! Titan is critically damaged.
combat veterans refer to this as doomed state. Okay, laat maar. Titan will inevitably self-destruct once it is doomed. In this simulation, you will have infinite time to eject. This will not be the case in actual combat. Okay. You must eject before your Titan goes critical. Oh, fijn. Okay, dus in principe kan ik hem nog gebruiken. Oh, laat maar. Eject is E. Oh, nou doet hij het wel. Oké. You can use the higher vantage point to plan your next move. Excellent. Your pilot combat certification is complete. Wow. Oh, dus ik moest echt doodgaan, dus ik kon er niet stuk. Dat is aan de ene kant wel fijn, maar aan de andere kant was dat ook erg frustrerend. For your safety, please stay in the training pod to regain your equilibrium. Ik blijf zitten. Don't worry. All hands, listen up. We're 5 minutes out from Horizon Station. Pilots, this is your stop. You got 10 minutes to collect your gear and get off my boat. Get your shit and get out. Welcome to the frontier. Dankjewel. Wauw. Dit was heftig. Dit is echt heftig. Damn. Ik vond het leuk om te doen. Ja. Goed. Dit was het. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het hieronder in de reacties achter. En als jullie willen dat ik het vaker ga spelen, laat het ook even hieronder achter. En dan bedankt jullie voor het kijken. Vond je deze video leuk? Geef een groen duimpje. Abonneer als jullie meer Titanfall willen zien. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Dus, mazzel!